No! Jokkes! Dit is veel te snel, jongens. Oh, en hij botst weer. Nee! De oranje bean! Nee! Nee, dit is zo zielig! Ik word duizelig van dit. Kijkers, top dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ik had nooit verwacht dat ik deze game nog een keer zou opstarten. Maar het is terug. Fall Guys is terug en het is gratis en het is niet meer op Steam verkrijgbaar. Ik had het nog wel via Steam. Ik kan het ook nog wel opstarten, maar het gaat via Epic Games. Steam dacht waarschijnlijk, oh, het is nu gratis. Weg ermee. Nee, maar Fall Guys is iets wat ik best wel veel gespeeld heb toen het net uitkwam. En het was echt sweaty en try hard en rage quitten. Heel vaak tweede worden. Echt een leuke game, maar niet heus. Het is wel leuk. Het is leuk. Het is zeker grappig. Dus vandaag ga ik het weer spelen om te kijken, is het nou waard, ook al is het gratis, om het nog te downloaden en te installeren, al die moeite te doen. Of kan je beter maar gewoon eventjes een andere game gaan spelen. Gaan er 60 mensen in een potje? Was dat altijd al zoveel? Er zijn waarschijnlijk heel veel nieuwe dingen die ik niet ga herkennen. Deze herken ik wel nog. Dit was eigenlijk vroeger best leuk. Ik heb de controls helemaal niet gekeken, dus ik weet niet hoe het moet eigenlijk. Dat is ook niet heel handig. Het zal toch niet heel moeilijk zijn? I mean, het is Fall Guys. Waar doe ik moeilijk over? Oké, oh, dit is niet wat ik... Nee, dit is helemaal niet wat ik vroeger gespeeld heb. Oh, je moet naar de finishlijn? Vroeger was het gewoon dat wie het langst mogelijk op dit rollende ding bleef staan. Het is dus daadwerkelijk anders. Oké, nou, dat is leuk. Oké, waar span ik? Span ik vooraan? Span ik? Ik span... Oeh, deze sensitivity is heel hoog. Oeh, jakkes. Oké, rennen. We willen eerste worden, guys. Dit moet... Nou ja, oké, eerste hoef ik niet per se. Ik wil gewoon niet gelijk afgaan. Dat is... Oh. Ik was even vergeten hoe freaking chaotisch dit spel ook alweer is. Man. Dit is één pure chaos. En je moet natuurlijk ook... No! Jakkes! Oeh. Dit scheelt zo weinig. Sta ik... Wat is mijn positie, jongens? Eventjes een heads-up. Hoe staat het ervoor? Oké, hier gaan we. Dit is een terugrollende. Oké, cool. Ik hoop niet dat je elkaar nog kan naaien, zeg maar. Want ik wil wel gewoon... Voor mij ben ik eerste. Oh, gaan we... Ik ben de eerste? Oeh, easy, jongens. Deze game is zo easy. Eerste potje ooit, hè, nadat ik het weer geïnstalleerd heb. Wat is dit? Ben ik echt eerste? Ben ik niet eerste? Maar kan je kijken of zo dat je eerste bent? Ik weet namelijk niet of er iemand al voor me gefinst had. Ik weet wel dat ik best wel goed ging. Ik moet zeggen, deze was ook niet al te... Oké, daar ging iemand wel helemaal tappoe. Deze was niet al te moeilijk op zich. En dat zeg ik nu, terwijl deze persoon echt al twee keer ervan afgevallen is binnen 10 seconden. Dat is wel een beetje sad. Ik moet stoppen, jongens. Nu krijg ik een goed gevoel over mezelf, omdat ik zo vroeg gefinished was. En dan volgend potje gaat waarschijnlijk hartstikke fout. Als we nog maar 10 seconden om te finishen, dat gaat hij niet redden. Kijk, al die tomaatjes daar lopen, jongen. Wat is dit voor spel? Ja, je kan duiken. Dat is wel ook een goed ding over even te checken hoe je moet duiken. Ja, ik was eerste. Boeja, let's go, jongens. Oh, hoezo was ik eerste? Dat zou niet moeten. Kijk eens op de score. 31 qualified. Als we van de 60, dus gewoon de helft is afgevallen. Dat is best veel, hoor, jongens. Gaan we daar staan met een freaking mammoet op mijn hoofd. Waarom heb ik ook zo'n raar poppetje? Oké, next up is... Ik ken ze allemaal niet, dus voor mij maakt het niet echt heel veel uit. Wat is dit? How to play. Navigate the obstacles and race 2 laps around the course. Oké, dit is een race. Speed circuit. Fijn. Het is echt waar ik zin in heb. Maar het maakt niet uit waar ik zin in heb. We moeten het gewoon doen. We moeten winnen. We moeten positief blijven, jongens. Ik kan dit. We kunnen dit. Je wordt wel vrolijk van dit spel. Ik voel de energie, voel ik wel. Okay, we zijn weer... we zijn derde rij. Matig. Voor mij is rechtermuisknop is vast wel... Oh, dit vind ik niet leuk. Dit vind ik helemaal niet leuk. Dit is veel te snel, jongens. Oh, mijn kaassaus. Kijk, die eerste die gaat hier wel heel goed. Die heeft dit vaker gesweat. Ja, oeh. Oh, ik haal hem in. Ik haal hem in. Imagine ingehaald worden, jongens. Ja, oh, en ik heb de duik gemist. Oh, dit is spijtig. Ga ik nog goed, trouwens? Ik zie helemaal niemand. Ik weet niet of ik nog goed ga, guys. Oh, ik heb een lap complete. Oké, goed. Dat is goed. Dan gaan wij gewoon door. Oh, touchdown. Kippie LDV is neer. Waar is iedereen? Waarom zie ik niemand? Ik heb het gevoel alsof ik verkeerd ga. Een verkeerde route neem of zo. Kan dat kloppen? Oh, dit is slecht. Oh, mijn speed is uitgewerkt. Oh, daar heb ik weer speed. Gast, je bent zo wobbelig. Oh, dit is ook heel slecht. Ja, hier gaat het slecht. Oeh, ik heb mijn speed gemist. Oeh, dat is nog slechter. Dit kan alleen maar slecht eindigen. Kijk hoe langzaam we ze nu zijn, joh. Qualified? Als ik weer eerste ben, jongen, dat kan niet.
Ik denk dat ik tweede was. Ik was voor mij heel snel met iemand gefinished. Deze mensen hebben zoveel moeite ermee. Het vermakelijk is gewoon om dit te kijken. Niet eens hetzelfde spelen, maar gewoon te kijken hoe andere mensen struggelen. Kijk die kip daar lopen. Oh, en hij botst weer. Nee, de oranje bean. Nee, dit is zo zielig. Round over. Voor mij was ik tweede, ja. Top 20% zat ik, dus dan was ik tweede. 18 zijn er nog over. Oké. Ik vind het leuk, jongens. Ik ga weer mensen zoeken die dit hebben. Heb jij dit nou? Ja, waarom zou je het niet hebben? Join mijn Discord server en join een call. Stuur gewoon een berichtje. Yo, wie komt er lekker Fall Guys spelen? En wie weet kom ik ook wel als ik vrij ben op dat moment. Dit is echt grappig namelijk. Deze haat ik. Deze haat ik trouwens. Dit vind ik niet leuk. Deze is niet leuk. Die jump clap. Daar had ik vroeger altijd ruzie mee. En met die hexagon dingen waar je op moet springen. Een soort van TNT run. Had ik ook altijd ruzie mee. Deze twee. Voor de rest, all good. Oké. Even dus de armpjes weer warm laten worden. Even natuurlijk onze opwarming. Oké, hier gaan we. Oké, we moeten zorgen dat we niet met die groene en die roze tegelijkertijd te maken krijgen. Dan is het foute boel. Want dan word je van onder en van boven gewiped. En dan kan je helemaal niks. We moeten ook zorgen dat we niet door een of andere kneus eraf gebeukt worden. Want dat kan dus ook gebeuren. En dat moet je niet hebben. Dus eerst gaan we gewoon lekker lopen. Waarom loop ik als enige tegen de menigte in? Dat is ook wel bizar. Dan gaan we hier. Zullen we niet met z'n allen zo op elkaar knuffelen trouwens? Dat is misschien ook een grappig idee. Maar als we allemaal nou even een beetje verspreid gaan staan. Het gaat niet helpen wat ik zeg. Oh, er gaan mensen af. Er gaan mensen af. Hoe lang moeten we nog? Oh, er moeten 7 geëlimineerd zijn. En dan pas is het voorbij. Oké, mensen. Beter vallen jullie er allemaal nu af. Want ik wil heel graag nog eventjes leven. Oh, dit is foutenboel. We zijn qualified. Hoppakee, in één keer gingen er 3 mensen af. Lekker hoor. Ik had niet verwacht dat ik zoveel plezier zou hebben aan het spel. Oeh, nog elf. Ik wil die dan van de top 10. Dat zou toch leuk zijn als ik in de top 10 kom. Voor mijn eerste potje, hè, dat is dan echt niet verkeerd. Dit is trouwens al niet verkeerd van de 60 die erover zijn. Geen hexagon. Wat is het? En dit is ook de finale. Oh, wat voor geluk. Ik kalde hem nog. Zie, ik had het moeten afkloppen op een stukje hout of zo. Dit is niet leuk. Dit kan ik niet. Oké, jongens, ik heb zweethandjes. Nu moet het. Het is alles of niets. Kom op. Ja, we zijn hierboven nog lekker. Nee, oh, foute boel. Oh, dit bedoel ik. Niet grappig. Ja, wat komt die roze? Die roze zit mij gewoon te pesten, joh. Pestert. Oh, ik verpest het voor mezelf. Nee, wat doe ik? Oh, dit is slecht. Dit is heel slecht. Vroeger was ik ook zo'n viespeuk die dan gewoon al helemaal naar de onderste laag ging. Om die dan te slopen. Zodat als mensen naar beneden vielen, dat ze gewoon gelijk af waren. Zo'n viespeuk was ik vroeger. Maar we zijn veranderd, jongens. We zijn beter geworden. Waarom zitten mensen hier gewoon als gekken te rennen? Je moet springen en dan besparen. Oké, waag het, rooien. Waag het. Kanonnen, man. Dit is niet cool. Deze mensen zitten allemaal... Nee! Oh, wat slecht. Wat slecht. Je bent ook zo'n onhandige als poppetje van dit. Hier heb je die rode weer, die viespeuk. Oh, je glibbert hem. Dat is het vervelende. Je glibbert als poppetje. Het is niet dat je 1 keer op W drukt en dat je helemaal safe en sound bent. Je glibbert hem gewoon, als het ware. Het wordt hier heel krap, jongens, als we dit zo gaan doen. Nee. Oké, er waren er al 4 geëlimineerd. Dus dat betekent dat ik 7e geworden ben. Nee, 6e. Nee, 7. Nee, dus van de 11 zijn er 4 af. Ik ben 6e geworden. Jongens, 6e vind ik hartstikke goed. Dat vind ik echt heel top. Dus ze zijn er maar met z'n tweeën. Allebei op de benedenste laag. Oh, het is die vieze rode. Als die gaat die... Oh, die gaat winnen. Die blauwe, die gaat tapoe. Oh, nou, blauw doet het goed, hoor. Maar rood heeft meer speelruimte. Ja, daar gaat hij. Oh, rood heeft gewonnen. Er waren meerdere rode trouwens. Dus dat wil niet zeggen dat deze... Of is het is roze? Het is roze rood. Dit is koraal. Ik weet het niet. GG's, jongens. Gefeliciteerd. Ik heb mijn poppetjes juist. Hebben jullie ook wel eens dat je iets leest en dan klikt en vervolgens toch klikt op hetgene wat je niet wil? Oh, deze. Dit zijn... Nee, deze is niet leuk. Dit zijn die wipwappies. Oei, dat is een beetje geluk hebben met hoe de rest van de mensen gaat springen. Deze vond ik vroeger ook al heel vervelend. Je moet gewoon op die witte lijnen moet je lopen. Maar het hangt er dus vanaf. Als je met z'n allen aan de ene kant gaat staan en je kan niet naar de volgende springen, dan kan je heel, heel, heel lang vastzitten. Dus dat is het hele vervelende. Dit is ook erg vervelend. Kijk, want die roze, je moet ook niet gaan waggelen. Dat je, kijk, hier zit je te laag, dan kan je er niet op. En daar viel die roze naar beneden, omdat het te laag was. Zie je, dit is erg. Maar kijk, die ene voorop, die gaat goed, joh. Die heeft alle wipwappies heeft die voor zichzelf. En hij heeft keuze zat gewoon. Kijk, dan gaan we hier. En dan op de oranje.
Ja, en die dikke duif, die pakte de andere kant, dat is goed. Oeh, dit wordt misschien niet in plek 1, want die gaat als een speer, joh. Niet normaal. Maar we gaan zeker niet verkeerd eindigen, kan ik wel vertellen. Gaan we hier samen op de blauwe, dat is goed. Oeh, ja kijk, die ene is gefinished, maar dat is goed. Ik kan op net deze hier pakken. Word ik tweede? Oeh, dat wordt heel krap. Nee, derde. Nee, tweede. Oeh, dat is goed. Kijk eens, lekker aan, jongens. Oh, tweede. Niet verkeerd. Hij maakt kippengeluiden. Oké, dit spel is raar. Dit is officieel raar. Oké, jongens, deze weer. Deze kan ik. Dit komt goed. Oké, tweede rij. Let's go. Easy. Oké, stroef begin. Niet het allerbeste. Ik weet niet wat de kwalificaties voor dit zijn. Maar het gaat mij er gewoon op. Oké, de eerste 25 die qualify. Dus ik moet daar gewoon toe boren. Voor de rest, no worries. All good. Die pakken we net aan. Oh, dit is heel slecht. Dat was even niet goed. Kijk, door de dingetjes heen. En dan gaan we hier weer doorheen. Pakken we deze. Ja. En we hebben de speed boost. Kijk eens aan. Dit redden we net aan. Oké, de speed boost is uitgewerkt. We hebben wel weer nieuwe speed nodig. We moeten zorgen dat we gewoon altijd die speed houden. Want daardoor ga je snel. En als één iemand anders dan de speed mist, heb je eigenlijk al verschrikkelijke voorsprong daarop. Hier doorheen. Daar gleden we net goed. Nee, dit is heel slecht. Oei. Die pakt mij altijd toch wel, hoor, dat ding. Even kijken. Oh, hier is ook weer iemand. Met de struggles. Speed pakken we weer. Toch weer hier eventjes overheen. Boink. Qualified. Eerste. Let's go. Dit is heerlijk. Goed gevoel eventjes, hoor. Ik kan het gewoon. Ligt het aan mij? Of ik heb die schuivende dingen de hele tijd niet gezien? Die dingen die zo omhoog komen, heb ik het hele potje niet gezien. Oh, deze weer. Deze kunnen we wel. Dit hebben we vorige keer ook gedaan. Komt helemaal goed. Zolang we maar niet eindigen met de hexagon. Ik ben wel benieuwd. Hoeveel mensen moeten er nu afvallen? Vorige keer was het... Oké. Ik weet niet wat de vorige keer was. Maar dat was vorige keer 11. Maar dit zou te doen moeten zijn. Even kijken waar die groene... Oké, die groene is hier. Dan ga ik het niet redden om daar nu te springen. Ik weet niet welke sneller is. Voor mij is de groene net wat sneller. Ik ga gewoon stil blijven staan. Nou, dat ga ik trouwens toch niet doen. Jongens, rennen. Stress, we hebben allemaal... Laat me los. Iemand pakte mij vast. Wat is dat nou weer voor gejank? Kan je vastpakken? Oh, met linker muisknop van je... Wow, dat was ik even helemaal vergeten. Nu weet ik al waar die rage vandaan kwam altijd. Als je gewoon werd vastgepakt door zo'n jochie. En dan niet kon springen. Oh, dat is het ergste hoor. Dat is echt niet leuk. Daar gingen heel veel mensen in één keer. Oké, het wordt moeilijker. Dat is duidelijk. Oh, daar loop ik er zelf bijna af. Kijk, ja, we zijn qualified. Let's go. Het is even zweet hoor, maar het komt wel goed elke keer. 15. Dat zou een grote finale zijn. Als nu al de finale is. Dat is veel hoor. Maar het kan. Het kan. Voor mij is 15 kan al een finale zijn. Dit is geen finale. Het is survive. Run away from the fan. Avoid obstacles and don't fall off. Oké. Interessant. De Swiveler. Klinkt leuk. Ik heb er zin in. Voor mij is het een soort horde. Oh, je moet rondjes lopen, maar er is ook een biding. Oh, dit ziet er heel moeilijk uit. Run away from the van. Avoid obstacles and don't fall off. Oké, dus die van, die blaas je er dus gelijk af. Duidelijk. Helder. Ik zie iedereen... Oh, we draaien rond. Oké. Dat maakt het wel even interessanter, want hoe weten we dan dat we zeg maar niet met die fan zitten? Waar is die fan? Oh, ik ben qualified. Oké, dat was leuk. Ik heb letterlijk helemaal niks gedaan, zowat. Ik heb die hele fan niet gezien. Maar dat is goed. Dan zijn we nu met 9. Dus nu is wel de finale. Moet wel. Alsjeblieft, laat het een leuke finale zijn. Alsjeblieft, gun iemand. Volgens mij is dit datgene wat ik vroeger altijd heb gespeeld. Dat je... Gewoon op dat rollerding moet blijven. Dat blijft maar rollen. En je moet wie er zo lang mogelijk op blijft. Het zijn twee lagen maar. Deze was er vroeger nog niet. Maar dit is wel zo'n iets. Oké, jongens. Volledige focus. Kom op. Dit moet goed komen. Nou, dat weet ik niet. Ik zit mezelf positieve moed in te praten. Maar het helpt niet. Oké, ze draaien in tegengestelde richting. Donder op. Oh, dan kan je heel slecht zien hoe ver weg, hoe zeg maar diep je al zit. Wat een nadeel. Ook omdat ik bots de hele tijd tegen mensen aan. Dat vind ik ook niet zo heel handig. Ik wil niet op die... Oh, we gaan ver diep. Oké. Waarom zit ik met zoveel mensen hier? Dat vind ik echt niet leuk. Ik wil gewoon lekker in mijn eentje op een plateau zitten en dan chillen. Maar dit is niet heel fijn. Ik denk dat de tactiek gewoon is de hele tijd oversteken. Zorgen dat je er niet afrolt. Ik word duizelig van dit. Is dat logisch? Oh, spel. Ik word echt helemaal gek hiervan. Oh, daar ging ik bijna. Springen, gevaarlijk. Oh, jongens, ik zie het echt niet meer. Dit is te veel voor mijn ogen. Ze draaien sneller. Niet waar? Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik helemaal gek word. Waarom gaat dit zo... Ja, oké, het oppervlakte dat we hebben wordt duidelijk minder. Heb ik gewonnen? Hoe dan? Hoe dan is dit gelukt? Kijk, we staan. Ja hoor, coole robotdansje. Hoppatee. Gewoon het tweede potje ooit weer na een hele lange tijd.
Oh, dit was goed. Hé, dit heb ik toch maar even geflikt hoor, jongens. Kijk, ik heb zoveel rewards binnen. Wat een moker. Oké, ik had even niet aanzien komen dat ik al een potje zou winnen daadwerkelijk. Maar ik moet zeggen, ik kan echt wel weer genieten van dit spel. Ik denk dat ik het niet te veel moet gaan spelen, want dan wordt het weer te veel zweten en te niet leuk. En dan verlies je te veel. Vond je deze video leuk? Vergeet zeker niet het blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal beneden. En vergeet zeker niet mijn website te checken, kippieldv.nl. En hopelijk zie ik je alweer bij de volgende video. Joejoe!